Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier met mijn grote vriend. I wasn't ready. Ik zat nog aan mijn gezicht. Dat ben je niet. Hij moet opnieuw. Dames, laat je erin. Ja, natuurlijk. Dames, heren, jongens, meisjes, het heeft geen zin wat ik zeg, want het vorige zit er toch nog in. Ik heb even gevraagd aan mijn lieve Instagram followers van mensen, wat is muziek die YouTubers hebben gemaakt waar wij even op moeten reageren? En ik vind ook, we moeten raten met een cijfer. Oké, van 1 tot 2. Nee, 1 tot... Ben je klaar voor de allereerste? Ik begin met mezelf. En dat had ik ook niet anders verwacht. Nee, ja. En de tweede? Ik ook. Nee. Dat is wel de allereerste. Heb je deze ooit gehoord? De parodie. Wanneer was dit? Nou, ik heb dus ooit, even een kleine backstory. Wacht, ik heb dit wel gehoord. Dit heb je heel lang geleden een nummer gemaakt. En dat je zelf weer een nieuwe versie. Ja. Dit hebben we volgens mij laatst al samen gekeken. Echt? Oh ja, dat is waar ook. Jij kent het al. Maar wat vind je ervan? Gewoon fucking goed. Gruwelijk, hè? Ja. Dit was in 2013, dit stuk. Ik zie je alleen. Maar ik vind ook fijn dat je gewoon geen autotune gebruikt. Nee, ja, maar jij denkt dat ik wist. Ik heb dit dus opgenomen, echt zo zittend, achter een microfoon thuis. En gewacht dat mijn ouders weg waren, wat ik anders niet durfde om te zingen. Ja, dat snap ik wel. Dat zou ik ook doen. Ja, maar ik bedoel, vet dat je geen auto gebruikt. Maar je hebt het wel nodig. Ik zeg niet dat je het niet nodig hebt. Gast, dit is fucking goed. Maar als je het zo hoort, een cijfertje. Een 7,5. Nou, wat lief. Ik zou dit wel toch echt wel een 2 geven. Nee, gast, nee, je moet ook rekening houden. Comedy. Comedy hoog. Ik heb heel hard gelachen. Ja, comedy is hoog. Maar de meeste YouTube-nummers zijn toch echt muzikaal. Ik ben echt. Nee. De volgende, van Acid. Heb je dit gehoord? Bo Acid? Heb ik gehoord, ja. Ik vond het wel... Welkom bij de allerbekende... Hey, wist je dat Joost mij geblokkeerd had op Insta een tijdje? Waarom? Ja, ik heb echt geen flauw idee. Maar ik mag het nu geunblocken. Joost, shout naar jou, jongen. Die gasten zijn sowieso niet te volgen. Ik snap niks van wat ze doen. Ik vind het vaak wel lachen. Ja, ik ook. Speelt Bouten. Ja, schat ook. Shout naar hem. Hij stuurt mij wel eens foto's op Instagram. Dan zegt hij alleen maar, hij lijkt echt op jou. Mijn naam is Acid en ik kan voor jou je product verkopen. Ik zat in de squat en ik ga niet overlopen. Ik ga lekker. Wat vind je ervan? Ja, het is niet per se heel goed. Nee. Maar ik vind het wel leuk, want het is weer wat anders. Ja, het is anders. Het past wel bij ze. Ja, en ik vind 5 van die gasten zonder shirt in de zwembad. Ja, ik ben geil. Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon goed. Ik geef dit een 8. Een 8. Maar we doen nu echt positief. We hadden die benchmark niet zo hoog in te zetten. Ja, klopt. Laten we die eerst vergeten. Ja, dat is gewoon voor de grap. Okay. En dan dit? Dan zeg ik hiervan toch wel een... Ik zeg wel een 7. Ja, ik zeg ook een 7. Volgende! Oh! Kijk, dit is kennelijk, man. In mijn huisje zit ik lekker knus. Hap een shuffle op de kouloop. Yeah! Ja, gast, fucking banger, ouwe. Ja, fucking banger. Ziek nummer, hè. Holy shit. Hoeveel views denk je dat dit heeft? Meer of meer dan deze? Deze heeft meer dan Vanessa. 13 miljoen. Dat is bizar. Hoeveel hebben we het origineel van fan op YouTube? Gast, 18 miljoen. Ja, hij staat ook echt fucking hoger bij. Schitterend. Cijfer? Ja. 9 9. Oh, ik ben 9. Ik vind 9. Dit is een bekende. Staat te dansen in de tent. Dit is een feestje ongekend. Mijn pasjes zijn al vliegtuig. En mijn vispump energiek. Hey hallo, gaat het? Gaat zie je hoe ongemakkelijk. Ja, dit is het meest ongemakkelijk. Ik kan het echt niet aandoen. Ik kan het echt niet aandoen. Maar het is ook wel grappig. Ja, maar het is echt verschrikkelijk. En we waren gewoon nuchter. We deden dit gewoon, wat vallig. Maar al die mensen die om je heen staan, had je dat gevraagd? Of nee. Gingen er gewoon staan? Ja, gast, dan hadden we die performance op de Dam. En wij gingen daar gewoon dansen en pakken. Dus zij dachten van, oké, er gaat nu iets gebeuren. Maar wij zaten gewoon net zo'n boksje, vet zacht. Omdat wij zo'n beetje te springen zaten. En die kinderen gingen opeens mee. Ja. Ja, dat is fucking raar. Die kinderen. En die wisten helemaal niet wat een dansje moet, maar die deden gewoon zo. Cijfertje? 10 aan. Misschien wel een 11. Een 11. Ik vind het leuk, maar niet leuker dan Dick Party in de Bed. 8,5. Van wie is dit? Van Fishinator. Gast, wie is Fishinator? Flikker op, weet je wie Fishinator is? Nee. Dat was die vriend van Paul. Nee, weet je wie Fishinator is? Nou, dan ga je wel meemaken nu. Ja, ik bouw nu hier een fort. Want ik kom nu shield de kort. Oh, nu. Als ik kinderen wil ik dansen. Ja, dan wil ik dansen. Oh, take the L. Want nu voel ik mij een strever. Net al ben ik 9. Maar goed. Gaat, weet, ik speel best wel veel van die horror games en zo. Ja. Dit is eng. Maar heb je niet dat filmpje gezien dat hij en Paul boos op elkaar worden in de livestream? Nee. Oh, dit moet je echt even zien. Vuile bloedhufter dat hij is. Ja? En elke keer neem ik het maar op hè, tegen andere YouTubers, hè? Ik neem het alleen maar op voor hem, hè? Altijd. Maar dit gaat over kinderen. Ja. Nee, het boeit me geen flikker. Ja? Gast komt zichzelf een keertje tegen iemand anders. Nou goed, dit gaat dus 11 minuten door zo. Maar zij praten hier met elkaar. Nee. Dat is samen de livestream. En toen zei Paul van, je werd soort boos. Toen is hij eruit gegaan. Dus zijn ze allebei aan het livestream. Op elkaar aan het ragen.
Ja, deze is ja, gewoon niet op die games houden. Maar dit is een zieke views toen ook, dat weet ik nog wel. Die koekjes is die van mij is beter. In de speeltuin kom je vader tegen. Hoe oud was hij hier? Nou, echt 10 of zo. Eerlijk voor zo voor die leeftijd? Ja, goed. 6,5 miljoen. Jezus. Maar ook voor kinderen. Rop ze naar binnen of ik vreet ze op. Het arbeid of vergaan is totdat ik kotsen is vandaag gekost. Dus ik... Ja, vulgair. Ja, kotsen, vies. Goor. Een 5. Ja, top 2000. Ja, iedereen kent het die dit luistert. Goed nummer. Ja, oprecht, toen ik jullie nog niet goed kende, dat was ook toen. Ja. Toen luisterde ik wel eens gewoon met jullie aan de auto. En jij hebt ons nieuwe nummer ook al gehoord. Ja, natuurlijk. Ja, ga je die nu laten horen? Zou ik een klein stuk laten horen? De banken gaan hier echt niet blij mee zijn dat ik dit nu laat horen. Dan mag jij ook ons doen. Oké. Okay. Je blik richting mij en... Dat was het. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Nou, alleen dat. Ja, goed. Ja, is goed. Ja, goed. Wat ga je nu laten doen? Ik laat het wel horen. Het gaat over Sims. Oh! Als je een Sim bent. Ja, snap ik. Niet over het spel. Banger. Maar dan komt hij. Banger, straight up banger. En hier heb ik Harry van Luan Bellinga. Dat is het kind van de Bellinga's. Dat is die familievlog, kinderarbeidkanaal. Kinderarbeid, ja, ja. Ja. Het heeft 2,8 miljoen views. Jezus, gast. Ja, dit is ook best wel recent. Dit heb je dus ook weer volledig gemist. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Maar we gaan er nu achter komen hoe het klinkt. Oh. Beetje moematon. Ja, man. Welk nummer is dit ook weer? Is het een nummer? Ja. Op en neer, op en neer, op en neer. Dat is een cijfer? Kinderen hadden het altijd een 1. 3. Ja. Hey, ik heb hier... Dit vond ik toch, jongen. Zeg je eerlijk, toen hij uitkwam? Dacht je Nee, want hij dist me niet echt, vind ik zo. Maar het nummer... Is best goed. Ik heb hem nog best vaak geluisterd. Nou. Ja? Ja, ik bel even over de campagne die we met Calvin zouden doen. We hebben iets te weinig budget, dus ik vroeg me af of er nog iets mogelijk is. Oh ja, we hebben wel een goedkopere optie. Hij heet Spurs. Ei, wat dacht je dan? Huh? Mijn nadoen is je masterplan. Beetje kopiëren, dat is wat je kan. En dat zonder hulp van Sean en Bram over. Hey man, ze hebben je gebackstabbed dan. Nee man, want ik had tegen hun gezegd, doe mijn nieuwe kledinglijn aan. Ja, okay. Dus zijn wel gewoon, echt wel gewoon. Gepromoot. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Nou, zie. Je bent eigenlijk de skin. En jij luistert dit dan in de auto? En dan vind je jezelf niet triest? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik vind hem wel vet gewoon. Maar kijk, weet je wat het zuur was? Kijk, ik dacht van, oké, we gaan elkaar f***en met de roos. Ja, dat dacht ik, ja, dat, ja. Ze zeggen het vanuit, ja, deze, ja, klopt. Hij bracht dus uit, dan kom ik met dit. Oh. Maar goed, mijn distrack die was best wel, ik dacht, f***, ik ga gewoon dicht vuren. Ja, die is hier, die heb ik erna. En jij hebt meer views. Yes. Dus, gewonnen. Oh ja, en ik heb wel gewoon een auto. Ja, dat is echt leuk. Ik wilde eerst wel echt dat zijn hoofd eraf zou vallen, maar toen dacht ik, dat is misschien een beetje grimmer. Een beetje grimmer, ja. Hij heeft praten, jij hebt YouTube aan je kant. En ik ga niemand bellen, nee, ik koop geen figurant. Eén keer op tv, meteen al tering arrogant. Ja, vind ik niet geen frame, ja, ik las het in de krant. Ik hoef het niet te zeggen, ja, je weet, ik ben ex-best. Basic op mijn body, ja, het staat hier op mijn chest. Semi ook gedroond, je ben niet met die copycats. Wie het laatst lacht, ja, die lacht het best. Mina. Ja. Maar Nina zat er dus niet de hele tijd achter. Alleen dit shot. Bon. YouTube muziek. Ja. Ja. Zo vaak aangebracht. Ik dacht van dit moet wel. Ken het er niet eens. Fuck op. Ja, classic. Vol, dat vind je een doodje met een regenboog. What the fuck, wat doe je, ouwe? Ik dacht dat het via voor kinderen. Ik dacht dat het voor kinderen was. Ja. Vol, die verdomde buur. Bijna 10 miljoen views. Oh. Mijn god. Is Roel nu hier even exposed? Ah, geen alleen heb ik het in de hele kerst. Fucker, nou moet je weg bij de bank zitten, man. Ik heb een verhaal, kom even zitten en stil allemaal. Maar meneer, waar gaat het over dan? Over die verdomde buurman. 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 Cijfer? 6,5. Ja. 7. Mensen, dit was het. Bedankt voor je eerlijke mening. Graag gedaan. We hebben mensen echt gespaard vandaag. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer. En kijk even die video op mijn tweede kanaal dat we een horror game gaan spelen. Oh ja, we gaan nu een horror game spelen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ook niet. Haat horror games. Ik ook. Hoe heet je tweede kanaal? Steve. Zieke naam.
Kijken zo ik draai, draai, draai. We leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijken zo ik draai, draai, draai. We leven net een film. We leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.